FC Groningen moet zich bij de UEFA verantwoorden voor voorwerpen die op het veld gegooid werden tijdens de wedstrijd FC Groningen-Aberdeen in de Europa League vorige week. Volgens directeur Hans Nijland gaat het om een pittige boete. Behalve de voorwerpen gaat het ook om groene rookpotten die voor aanvang van de wedstrijd op de Tony van Leeuwen tribune werden ontstoken.